pushing them daily. I push the gas on Mercedes. Terug in de Lidl alsof wij nooit weg zijn geweest. Mensen, het ja, is een beetje verslaafd. Dus hij koopt maar gewoon de hele doos. Ik heb gehoord dat plofkip, die voeren ze eigenlijk een soort van testosteron-eten-ester. Ja. En dat bevordert eigenlijk de spiergroei van de normale mensen. Precies. Altijd goed. Sweet potatoes. Is nooit iets mix mee. Weet je, ik vind deze dingen eigenlijk, de vanille kwark. Ja, ik weet niet man, ik vind het op zich best wel te nakken. Wij flikken het elke keer om een boodschap te doen zonder een boodschappenlijst. Misschien een soort van tip als je ooit boodschappen doet. Neem gewoon een boodschappenlijst mee, dat is veel handiger. Wedges van Lidl. Hoe is het? Hoop tyfus in, maar. Maar laten we even is het gezond of niet? Nee. Oké. Hij zit er weer hoor. Hij zit weer te twijfelen. Ja, het is gewoon erg moeilijk voor hem. Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel je koopt, als je ze maar van stekt. Ik citeer even wat een van ons fans zei. Hey Turkenbro's, de amandelmelk die jullie gebruiken is eigenlijk suikerwater. Wij dachten van, hey fuck. We hebben eigenlijk nooit naar de ingrediënten gekeken, want we gingen ervan uit dat het amandelmelk is natuurlijk, toch? Je verwacht dat je geen bullshit koopt. Maar, I'm just in love with it, so ik koop het gewoon. Ik koop nou 2 pakken nu, omdat ik nu weet dat het zeg maar suikerwater is. Dus. Weet je, het is, als je werkt, dan is het gewoon handig, weet je. Je komt meteen aan je hoeveelheid fruit voor een dag. Kijk, zo zie je dat klein zijn zeg maar een nadeel heeft. Ja, en dan krijg je dat gezegd. Goedenavond, Build Mind, Build Muscle. 20 november 2013. Onderweg naar Zoetermeer om eigenlijk te trainen met Nico. Nico heeft zeg maar een eigen gym in Zoetermeer. Daar zijn we toen naartoe gegaan en Nico gaf daar wat tips over het squatten, deadliften, bench press en nog meer dingen. Samen met een collega. Ja, na wat enige wegproblemen hebben we het gevonden. Kijk. We zijn er. Sportcentrum De Ballenbak. We zijn aangekomen in de gym. We gaan nu naar boven. Mesut, geef even een korte toelichting. Hoe was de weg hier naartoe? Dat was geen grote kankerzorg. Je hebt wel natuurlijk wat fouten gemaakt. Okay. Ik loop eerst altijd even warm, zodat het alle gewrichten en al even een beetje lekker warm worden, als ze soepel worden. Ja. Mijn standaard bij iedere lower body day, dat ik de mobility in de heupregio en in de benen en tenminste de hele onderlichaam toch een soort van flexibiliteit te proberen in te houden. Want wanneer je alleen maar richt op krachttraining en je doet verder gewoon niks qua flexibiliteit, dan zal je merken dat je postuur ook na een tijd wat vast komt te zitten en je daar een bepaalde oefening ook niet kan doen. En wanneer je ze dan uitvoert, dat je dan eigenlijk automatisch in een slechte vorm springt, omdat je gewoon die flexibiliteit en die mobiliteit ook niet hebt. Dus het is altijd belangrijk om die flexibiliteit op een bepaald niveau te houden. Hiermee bevorder je ook meteen de bloedsomloop in het lichaam. Zorg toch dat even alles flexibel blijft. You gotta keep everything lubricated. En het is wel belangrijk.
voel je een hele goede stretch in je glutes, de hamstrings. Ah, deze herhaal je een paar keer. En dan draai je om. En dan doen we de scorpions. Daar heb ik hetzelfde voor. Ja. Kijk, dit probleem. Hij mag je mixed grip, hè? Snap je? Ja. Gaat hij omhoog? Ja, anders kan hij straks gewoon zitten. Nou ja. Kun je daar komen dat je aan zit? Ja. Net te zwaar. Ja. Ja, netjes. Wat terug. Ja, zak, zak, zak. Je bent er nog niet. Ja, en nu ben je er terug. Heel netjes. Rustig terugstappen. Ja, en op. Op, 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 op. Rustig achteruit stappen. En op. Nee. Het is net ja. Zo die punt dat je naar gaat en dan... Je was te snel gezakt, waardoor je de spanning kwijt. Ja, ging te snel erom. Ja, meer controle houden. Straks herkans ik. Rustig, rustig. Kleine stapjes achteruit. Ja, en op. Op, 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 op. Dit keer niet te snel zakken. Controle houden. Diep inademen. En op. Lekker oefening of niet? Ja. Lekker oefening, hè? Ja, ja, goed zo. Goed zo, ja. Goed zo, Helma. Vandaar dat moment. Wow, go, 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 go. Waar, hè? Waar? Waar? Nog even een paar. Kom snel, snel nog even die klaar. Kom, nog even die sneller. Oeh, ik klapte bijna op mijn bek. Ja. Goed zo. Kom op. Ja, kom op. Ja, ziet er mooi uit. Ja, ziet er mooi uit. Ja, oh. Ziet er mooi uit. Oh, zo. Jongen, oh. Zo, ja. Oh, weet je waar je lekker spierpijn voor krijgt? Spierpijn aan de training. Yes. Dat was weer een goede training. Ik heb wel veel dingen geleerd van Nico. Ik moet zeggen, ja, nou ja ik heb niet mijn hele schema kunnen doen, maar daar ging ik ook vanuit dat niet zo gebeurde. Maar ja, kort en krachtig, laat ik het gewoon even samenvatten. Weer dingen geleerd, verbeteringen toe kunnen passen. PR squat. Sowieso PR squat, sowieso. 1 keer 110, was diep. Ja. Veel dingen geleerd, veel tips meegekregen, zoals meestal zegt. Jammer dat de gym dicht gaat. Jammer. Kijk, een gym als deze kan gewoon niet opvechten tegen de basic fit, de fit for free. Hè, die gyms die allemaal onder de 20 euro zitten. Dat kan gewoon niet. Al in al, mooie gym, kleine gym, fijne gym.
mooie apparatuur. Mooie apparaten. Ja, lekker getraind, lekker squat, PR neergezet, deadliftje gedaan. Even die vorms, de vormen weer herhalen. Even weer even kijken of het goed was. En op zich, onze squats waren best goed, toch? Ja. Onze squats waren best goed. Hij zei van, ja, wat doen jullie hier? Jullie squats zijn goed, dus... ja. Ja. Helaas heb ik niet mijn 150 kilogram deadlift juist kunnen uitvoeren. Nee, met je lok. Maar ja, we weten waar het nu aan ligt en we gaan eraan werken. Jongens... Dat was het voor vandaag.